Ik loop hier op de grens van stad en land. Achter mij ligt Breda en voor mij ligt het open veld. Er groeit gras, er is rogge geteeld. Op zich niks bijzonders. Gewoon een Brabants landschap. Maar onder de grond is er iets merkwaardigs. Iets mysterieus. Kijk, deze luchtfoto is een paar jaar geleden genomen. Kijk, dit is de zuidkant van Breda en wij staan hier. En als je heel goed kijkt, dan zie je hier allemaal lijnen op het veld. En het is een beetje merkwaardig. Zouden de marsmannetjes dan hier toch geland zijn? En zouden het dus hier die magische graancirkels zijn, maar dan in het vierkant? Of was het gewoon een boerenzoon die met de trekken van zijn vader aan het spelen was en het tekenen was op het land, in plaats van op papier? Ah, het is een raadsel. Een raadsel in het veld. Dit is het veld, aan de rand van Breda. Hier ligt het, stil en rustig. Maar wat heeft er zich hier afgespeeld? Wat heeft gezorgd voor die wonderbaarlijke structuren? Hey Ellen. Hoi, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het nou met deze foto? Ja, het is een geweldige foto. Er zitten allemaal rare sporen in dit veld. Ja. Nou, Engelsen noemen dit crop marks. Je krijgt een verandering van gewas op momenten dat je bijvoorbeeld een heel nat voorjaar hebt gehad en daarna een hele droge zomer. Uh-huh. Dan heb je de plekken waar bijvoorbeeld een muurtje, zal maar zeggen een meter onder de grond zit, daar blijft daar minder water staan. Dus dan groeit het minder goed. Worteltjes zijn heel kort omdat ze zo verwend zijn in het voorjaar. Het kunnen ook slootjes zijn of greppels en dan groeit het extra goed. Dat zie je hier dus in het gewas. Dus daar moet iets zitten. Geen ufo's dus? Geen ufo's. Nee, dit zijn echt sporen die in de bodem zitten. Ik heb zitten denken aan Romeinse villa. Ja, dat zou mooi zijn. Maar dat is het niet, want het is veel te onregelmatig. Hmm. Dus wat het nu is, weet ik niet. Maar volgens mij is Patrick met iemand aan het praten die dit gebied heel goed kent. En dan gaan wij nu dus deze doen, hè? Goedemorgen. Aan de kant van de stad. Ja. Hey Vincent. Mag ik je voorstellen aan Karel Leenders? Hallo. Karel is historisch geograaf en hij weet echt alles van de landschappelijke geschiedenis van Breda-omgeving. We zijn al een tijdje aan het strijden over wat het allemaal zou kunnen. Het is echt een raadsel, hè? Ja, Karel. Wat denk jij? Ja, er is hier veel gepraat over militaire optie. Ik wil er eigenlijk nog een andere inbrengen. Dat is de boerenoptie. Boerenoptie? Boerenoptie. Ja. Zit op een landgoed Wolfslaar. Ja. Dat is begonnen als een boerderij al heel vroeg. Is later uiteengevallen, is een landgoed geworden. En we zitten op de grote akker daarvan. Ja. We weten waar, vanaf 1500 waar de boerderijen gestaan hebben. Eentje daar, eentje daar. Niet hier. Hoe het voor 1500 is, weten we niet. Misschien op diezelfde plaatsen, misschien niet. Ja. Dus er is een mogelijkheid dat een boerderij ergens gestaan heeft. Oké, we hebben dus een militaire optie en een boerenoptie. Ja, wat heb jij in je handen? Als je even mee wilt kijken. Ja? Dit is de huidige topografische kaart. Dit is onze akker. Wat zie je erbij? Dat witte, 4,3. Dat is de hoogte plus NAP. We zitten hier vrij hoog, want daaromheen is het een stuk lager. Kijk, 2,5. Je zit op een heuvel dus. Dat is een hoogte. Hou dit eventjes vast, hè? 4,3, hou ook vast. Nou ga ik een paar eeuwen met je terug. Daarvoor hebben we deze kaarten bij. Van het beleg van Breda in 1637. Door Frederik Hendrik in dit geval. Wat gebeurt er? Die hele stad die krijgt een omwalling, een omlinie. Yeah. Een circumvallatie, zoals het heet. Om aanvallen van vijandelijke legers in de rug te voorkomen. En je kon daarmee ook het riviertje de Mark afdammen. Zodat dit stuk niet onder water gezet kon worden. Maar dat water moet natuurlijk ergens heen. En hier zie je dan dat er allemaal water in gaat stromen.
Hier is het Masbos. Dit is het overstromingsgebied. Precies. Dit is het Masbos. Hier ligt kasteel Bouvigne. En hier ligt een legerkamp. Nou, als we dat dan vergelijken met de situatie die ik je net liet zien, ligt hier Bouvigne, hier die bocht in de mark, en hier ligt onze verhoging. En dat dus is het zou goed kunnen zijn dat dit een van die kampen is van Frederik Hendrik. Of misschien van Spinola van 1624, dan zitten we weer een stukje eerder, want die had hier zijn hoofdkwartier. Nou jongens, jullie hebben een mooie dag om te werken. Veel succes ermee. Ik hoor wel wat eruit komt. Oké, okay, Karel, bedankt. Jongens, beste. Dag Karel. Er kan dus hier van alles liggen. Maar waar moeten we beginnen? Eerst maar eens netjes aan de rand, want deze strook langs de beek wordt binnenkort toch verstoord voor de natuurontwikkeling. Hier kunnen we dus met een gerust hart onze schep in de grond zetten. Wat hebben we gevonden? Ja, we hebben een hele leuke greppel gevonden. Een greppel? Ja. En hoe loopt die? Nou, hij loopt hier heel scherp. Ja. Dan ziet hij die lijn wel. Snijdt hij door de natuurlijke bodem heen. Ja. En nou, hij is tot hier. Behoorlijk breed. Ja, er komt aardewerk uit. En kun jij dat al dateren? Nou, heel globaal is het 17e eeuw waarschijnlijk. Dus dan ga je denken aan sporen uit de 80-jarige oorlog. 80-jarige oorlog? Ja. Maar die heeft hij behoorlijk gewoed, hè? Die heeft hij behoorlijk gewoed, ja. Dan heb je ook nog andere dingen gevonden? We hebben een paar muntjes. Ja. Dat kan Appie wel vertellen. Hai. Ja. En? Een Spaanse munt. Een Spaanse munt. Pas op. Hij is al heel slecht van kwaliteit. Ja. Je mag hem even vasthouden. Heel voorzichtig ermee. Hey Patrick, wat betekent dit? Ja, hey, een Spaanse munt, dat kan natuurlijk duiden op Spinola, de Spaanse veldheer die hier zat in 1624, 1625. Dus het legerkamp dat voor het kamp van Frederik Hendrik hier zat. Dus misschien hebben we hier te maken met een nog ouder legerkamp dan ik misschien zou denken. Ja, dat is een mooie speculatie. Maar of het waar is? Deze munt is voor mij duidelijk herkenbaar als een oord van Philips II. Dat kan ik zien aan het begin van zijn lijfspreuk die op de keerzijde van de munt staat, rondom het wapen. De letters Dom van Dominus Mihi Adjutor. De grote verraadt ook dat het een oord geweest moet zijn en niet een Duits. En de munt zou geslagen moeten zijn in de periode 1580 tot 1594. Het muntje is in ieder geval uit de tijd van de 80-jarige oorlog. Prachtig, zeg. Jongens. Nog een muntje uit 1600. Tenminste een gedeelte ervan. Ja. De kwaliteit is erg aangetast. Deze munt, of wat er dan nog van over is, is goed herkenbaar als een duit van de Republiek. Ik kan aan de ene kant duidelijk het stadswapen zien. En aan de keerzijde kan ik nog enkele letters van het woord Daventria lezen. Dus het betekent dat deze Duits afkomstig is uit de stad Deventer. Dus zonder jaar, in dit geval is deze munt te dateren uit de eerste helft van de 17e eeuw. De munt past binnen de tijdsperiode. Maar ja, dat zegt niks over een mogelijk legerkamp. Nou, we hebben munten gevonden, maar heb je dan ook nog andere dingen gevonden die wijzen op militaire aanwezigheid? Ja, we hebben onder andere nu al één musketkogel. Ah. Dat is het eerste bewijs dat er aan militaire aanwezigheid zijn geweest. Ze hebben geschoten. Ja. En het tweede wat al die militairen ook bij hadden, dat zijn pijpenkoppen. Die vinden we veelvuldig. Oh ja? Ja. Het waren allemaal rokers. Ja, dat is ook. Veel mannen bij elkaar, hè? Ja, ja, ja. Al een aantal mooie vondsten en ook een aantal die mogelijk duiden op militaire aanwezigheid. Ria vertelde dus net dat dat karresporen zijn. En dan zie je daar drie van die kleine steepjes. En dat wil dus zeggen dat het een vertakking is. Dus daar kwamen die wegen hier bij elkaar. Ja, dat is toch wel bijzonder. Zo, de opbrengst van een kwartiertje zoeken. Zo hé. Eventjes veld lopen. Ja. En? Wat heb je gevonden? Nou, veel pijpen. Het zijn allemaal pijpen en steeltjes. Ja, dus hadden we dat dan al op kunnen ruimen, of niet? Nee, hey, want ze gooien Ellen, het gewoon dit dan? Weg. Wat is dat dan? Een stukje soldaat, een klein soldaatje of iets?
is geen pijp. Glas of zo? Wel een lichaampje. Het is een uniform of iets. Of een, met knopen. Ja, maar het ziet er meer uit. Een soort stratego. Ja, wie weet hebben ze hier stratego zitten het spelen. Het ziet er meer uit als Napoleontisch. Zat u hier ook al? In Napoleontische tijd? Ja. Volgens mij niet. Nou, dit is gewoon weer het kookpot. Hé, en die is in een kwartier gevonden. Ja. Dan is het ligt direct voor het oprapen. Je struikelt erover volgens mij. Ja, het zit dus heel hoog. Dus, dus boer heeft dat mogelijk omgeploegd dan? Of? Ja, waarschijnlijk. Geploegd. Dus denk je toch aan echt weggegooid materiaal. Ik heb niet de indruk dat dit uit sporen komt of zo. Nee. In de tussentijd is er haaks op de eerste sleuf een tweede sleuf gegraven aan de rand van de weg. En alle sporen die hierin zichtbaar zijn, worden opgemeten en vastgelegd. Dat is ook, heb je daar ook 80 jaar oorlog? Ja, dat lijkt er ook op. Het is een beetje dezelfde structuur. Zo. Ja. Het is alleen maar smaller. Nou, maar. Eén dag graven, Lea. Wat heb je allemaal gevonden? Nou, we hebben een aantal sporen gevonden. Ik durf niet precies te zeggen uit welke tijd. Mm-hmm. Maar ik heb de verwachting dat er wat ijzertijd in zit. IJzertijd? Er zit wat mogelijk middeleeuws in, iets van de karsporen. Ah ja, ja, ja. En we hebben ook twee greppels die mogelijk dus uit de 17e eeuw refereren aan de 80-jarige oorlog. Aan de 80-jarige oorlog. Dat, ja, misschien dat zou kunnen. De ja. omgrenzingen zouden zijn van misschien een veldburcht. Maar die loopt die kant op en die loopt die kant op. Ja. En heb je hem daar, want je hebt daar al een gleuf gegraven. Nee, we hebben hem daar niet aangetroffen. Oh. Dus hij zal hier stoppen. En mogelijk dat deze dus nog wel doorloopt. Maar heb je daar dan wel iets anders gevonden? We hebben daar ook wat sporen. Ik denk ook weer ijstijd. Maar niets? Maar niets uit de latere periode. Oh, dat is wel jammer toch? Nee, dat is mooi. Oh, dat is mooi? Ja, want dan hebben we dus daar de begrenzing. Ja. Dat klopt ook, want op die luchtfoto stond daar ook niks. Nee, dat is waar. Nee. Nou, hier hebben we blijkbaar ook een begrenzing, want mogelijk zijn dit afwateringsgreppels, hè, want dat slootje is daar al heel oud. Ja. Dus dan zou je hier ook een mooie begrenzing hebben. En dat is mooi, dan heb je hem aan twee kanten afgegrensd. Hè, dan weet je ook waar het niet zit en waar het wel zit. Prachtig. Deze twee sleuven geven dus de begrenzing van ons onderzoeksterrein aan. Hier binnen moeten we zijn om de oorzaken van de tekenen in het veld op te sporen. Maar eerst gaan we alle sporen die nu zichtbaar zijn verder onderzoeken door ze doormidden te snijden en voorzichtig uit te graven. Misschien brengt dat nieuwe informatie. Nou, Ellen. Ik heb iets groots, denk ik hier. Even kijken. Ik weet niet wat het is, maar iets ronds. En misschien aardewerk. Een bodem. Een bodem. Zeg jongens, dit is niks voor een historicus. Ja. Ik weet nog niet of die helemaal heel is natuurlijk. Nou, dat ligt een beetje aan jou, hè. Nou ja, weet je, die mensen die waren ook niet helemaal gek. Een omdraaien gelijk. Dat is inhoud erin blijft. Oké. Ik ken het niet. Het is. Het is niet middeleeuws, volgens mij is het later. Ja. En nou ja, hij dateert heel mooi deze greppel, want hij ligt op zijn kop op de onderkant van de greppel. Ja. Dus bij het dichtgaan van de greppel is dit het oudste wat erin zit. Ja. Ah ja, ik vind het in ieder geval een prachtige vondst. Ja, dat vind ik ook. Super. Zo'n gave nap. Ja. We hebben prachtige vondsten gedaan. Vondsten die erop wijzen dat er op deze plek mensen hebben geleefd. In ieder geval in de 17e eeuw. En een aantal van de vondsten wijzen in de richting van militaire aanwezigheid. Maar het zegt nog niets over de raadselachtige structuren die hier in het veld liggen. Helemaal niets. Daarvoor gaan we meer midden het veld op. Nou ja, als het daar niet zit, dan weet ik het ook niet meer. Ja, het moet dus nu... Het moet zitten. ...er zijn. Ja. Het is dus echt de dag van de waarheid in Breda.